Veel mensen denken dat de herfst op 21 september begint, maar in werkelijkheid is dat op 23 september. Het heeft ermee te maken dat de baan van de aarde rond de zon niet helemaal rond is, een cirkel, maar een ellips. Het is die baan van de aarde om de zon die de seizoenen veroorzaakt. Maar de aarde beweegt in die ellips in de winter en in de lente sneller dan in de zomer. In de winter staat de zon het dichtste bij de aarde op 4 januari en in de zomer op 5 juli staat de aarde het verste weg. Dan beweegt de aarde langzamer, vandaar dat de zomer en de herfst dus wat langer duren. Maar de herfst begint daarom dus ook wat later, op 23 september.